In lijstjes van beste voetballers aller tijden staat Pelé vaak bovenaan. Pelé is sterk, snel, onnavolgbaar goed met een snelle dribbel en een hard schot. Pelé is 16 jaar als de Braziliaanse topclub Santos hem een contract aanbiedt. Hij wordt meteen topscorer en maakt vrijwel onmiddellijk ook zijn debuut voor het Braziliaanse elftal. Op het WK van 1958 valt Pelé op met 6 doelpunten, waarvan 2 in de finale tegen gastland Zweden. Pelé. En nummer 3. Brazilië wordt voor het eerst wereldkampioen en de rest van de wereld maakt kennis met een fenomeen. 17 jaar is Pelé dan. Edson Arantes do Nascimento, voetbalnaam Pelé. Vrij vertaald lappenbal. Als spits dus ongrijpbaar. Ook voor rijke Europese topclubs die vergeefs proberen om hem te contracteren. Zelfs de Braziliaanse regering bemoeit zich ermee om zo de nationale schat te behouden voor eigen land. Op het WK van 1970 schittert Pelé in een droomelftal met Jairzinho, Gerson, Carlos Alberto en Rivelinho. Het Braziliaanse samba-voetbal verovert de harten van voetballiefhebbers over de hele wereld. Het wordt Pelé's derde wereldtitel. Topscorer aller tijden? Mogelijk. Oefenwedstrijden meegeteld zou Pelé komen tot het ongeëvenaarde aantal van 1284 doelpunten. Officieel komt hij tot 767 en loopt bijna 1-op-1, een onwaarschijnlijk hoog gemiddelde. Pelé stopt in 1974, maar hij maakt op 34-jarige leeftijd nog een comeback bij de New York Cosmos. Na 20 jaar professioneel voetbal is zijn carrière voorbij. De FIFA roept hem uit tot speler van de eeuw. Het IOC noemt hem sportman van de eeuw. Hij is zelfs korte tijd minister van sport in Brazilië. Maar Pelé was toch vooral een weergaloze voetbal. Mogelijk de beste ooit.